Hier maken we een heerlijke salade met rode biet en mierikswortel. Dan verkook je eerst de rode biet. Die kan je natuurlijk ook gekookt kopen. Die snij je in blokjes. Dan ga je verder met het maken van de dressing. Daarvoor meng je wijnazijn, olijfolie en wat honing door elkaar. Dit schep je om. En vervolgens sprenkel je daar ruim de helft over de bietenblokjes heen. Dit schep je wederom om. Dan roer je de crème fraîche los. Daar gaat de mierikswortelpasta bij. Breng een beetje op smaak met wat peper en zout. Dat roer je goed door. Dan gaat de gerookte zalm op het bord. Dan gaat wat van het crème fraîche mengsel op. Gevolgd door de biet, de rucola, de roodlof. En je garneert het uiteindelijk met een takje dille. En je maakt het af met wat dressing. Eet smakelijk!